Goedenavond, het nieuws van zondag 2 oktober. Tot ziens vanuit Seoul, de Spelen zijn voorbij. Gezondheid Franz-Josef Strauss, kritiek. En Aruba werft arbeidskrachten. De laatste medailles zijn uitgereikt, de vlam is gedoofd, de Olympische Spelen van Seoul zijn voorbij. Onbekende atleten werden opeens helden en supersterren vielen van hun voetstuk. 16 dagen lang hebben deelnemers uit de hele wereld gestreden om eer en roem. Voor de laatste keer gaan we naar Harmen Siese in de Olympische studio. Nog één keer was het Olympisch stadion van Seoul tot de nok toe gevuld. De sluitingsceremonie werd één groot feest. Atleten uit 160 landen namen afscheid van het Koreaanse publiek. De Olympische familie leefde zich uit. Monique Knol, die goud won bij het wielrennen, droeg de Nederlandse vlag het stadion binnen. Daar was het een wirwar van deelnemers en officials die zich niet aan het draaiboek stoorden. De Koreaanse organisatoren zorgden voor een slot met veel symboliek. Yin en yang, vriendschap en verbroedering, dat alles werd uitgebeeld in zang en dans. IOC-voorzitter Samaranch verklaarde de Spelen voor gesloten. I would like to pay particular homage to the hundreds of thousands of people, many of them volunteers, who have worked so hard to prepare and stage the best and most universal games in our history. Daarna kreeg de burgemeester van Barcelona de Olympische vlag overhandigd en werd het Olympisch vuur gedoofd. Tot ziens in Barcelona over 4 jaar. Kort voor deze afsluiting waren de laatste beslissingen gevallen. Medailles voor Nederland waren daar niet meer bij. De Fransman Pierre Durand won met zijn paard de Olympische titel bij de springruiters. In de beslissende barrage ging Durand feilloos over het parcours en versloeg zijn laatste concurrent, de West-Duitser Hoek. Het goud in het volleybaltoernooi ging naar de Verenigde Staten, net zoals 4 jaar geleden in Los Angeles. In de finale versloegen de Amerikanen het team van de Sovjet-Unie in 4 sets. Nederland werd 5e. En op de valreep alweer een boksschandaaltje. De Amerikaan Roy Jones bokste een sterke partij tegen de Koreaan Park Si-hoon. Hij leek zeker van goud, maar de jury besliste anders. Tot zijn eigen verrassing werd de Koreaan tot winnaar uitgeroepen. En de allerlaatste gouden medaille op de marathon kwam in handen van de Italiaan Bordin. Hij liep na 42 kilometer alleen het stadion binnen, nadat hij in de laatste kilometers was weggelopen uit een kopgroep. Nijboer werd 13e, Ten Kate 15e. Na de marathon kon het definitieve medailleklassement worden opgemaakt. De Sovjet-Unie, met onder meer 55 gouden medailles, eindigde ver voor iedereen op de eerste plaats. Oost-Duitsland werd 2e en Amerika, met 1 gouden medaille minder, 3e. Opvallend is de 4e plaats van het gastland Zuid-Korea. En Nederland eindigde op de 22e plaats met 2 keer goud, 2 keer zilver en 5 keer brons. Dit was het laatste Olympische nieuws uit Studio 4. Terug naar de journaalstudio. De toestand van minister-president Franz-Josef Strauss van Beieren is nog steeds kritiek. Strauss werd gisteren tijdens een jachtpartij onwel. Na een operatie vannacht is hij nu buiten bewustzijn en moet hij kunstmatig worden beademd. In een ziekenhuis aan de Donau vecht een arts een team voor het leven van wellicht de meest omstreden West-Duitse politicus na de oorlog. Vanmiddag verslechterde zijn toestand doordat naast de gisteren ingetreden collaps van de bloedsomloop ook zijn longfunctie het opgaf. De leider van het artsenteam doet de Strauss toestand kritiek. Als leider van de machtige Beierse Christendemocraten heeft de 73-jarige Strauss grote invloed op de Duitse politiek. Zijn partij steunt de regering van kanselier Kohl, maar Strauss heeft er nooit een geheim van gemaakt zichzelf de betere man voor die functie te vinden. Door zijn vlijmscherpe tong, zijn conservatieve en vaak onverzoenlijke houding heeft hij nooit de hoogste politieke positie weten te veroveren. Als minister van Defensie raakte hij al in de jaren 60 in een schandaal verwikkeld en moest hij aftreden. In zijn eigen deelstaat Beieren draagt men hem niettemin op handen. Als Franz-Josef Strauss zou wegvallen, veranderen de machtsverhoudingen in de Bondsrepubliek en zullen al snel de politieke kaarten opnieuw moeten worden geschud. Het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president Botha aan zijn collega Mobutu van Zaire heeft opnieuw tot speculaties geleid over de vrijlating van Nelson Mandela. Botha zegt dat de verzetstrijder niet onmiddellijk wordt vrijgelaten. Hij reageert daarmee op een uitlating van Mobutu.
Gisteren was Botha op bezoek met Mobutu. De president van Zaïre verklaarde na afloop dat Botha Mandela spoedig en onvoorwaardelijk zal vrijlaten. Botha ontkent dat hij dat zo heeft gezegd, maar zegt wel dat hij vrijlating overweegt. President Botha is bezig met een koetwiloffensief in Afrika. Zaïre is het derde Afrikaanse land dat hij binnen 3 weken bezoekt. Als verklaring gaf hij: Afrika praat met Zuid-Afrika en we hebben elkaar nodig. De beide staatshoofden hebben ook gesproken over de oorlog in Angola en onafhankelijkheid voor Namibië. De oorlog in Angola staat volgende week ook centraal op een topconferentie in Zambia. Daaraan nemen leiders deel uit Zambia, Congo, Zaïre, Gabon en Angola. Tijdens de onderhandelingen in Brazzaville vorige week werden Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Angola het niet eens over het tijdschema van de terugtrekking van de Cubaanse troepen. Geen vertragingen meer op Schiphol. Na de staking van het bagagepersoneel op vrijdag en zaterdag vertrokken vandaag alle vluchten op tijd. Op de luchthaven bevinden zich nog wel duizenden koffers van passagiers die de laatste dagen op Schiphol aankwamen. Voor een deel kan die bagage worden nagezonden. Er is een speciale balie geopend waar passagiers bagage kunnen afhalen. Het bagagepersoneel schortte haar staking gisteren op toen de KLM bereid was te praten over betere werkomstandigheden en hogere lonen. Vandaag hielden de bonden en de KLM vooroverleg. Morgen beginnen de onderhandelingen. Het bergings- en sleepvaartbedrijf Wijsmuller komt in grote problemen als 8 zware transportschepen worden verkocht. Om dat te voorkomen dreigt het bedrijf de Nederlandse Middenstandsbank voor de rechter te slepen. Het gaat om schepen van het type Mighty Servant en Super Servant. In slechte tijden zijn de schepen verkocht aan de maatschappij Macoland. Wijsmuller voert nu het beheer en de exploitatie. Volgens het bedrijf zijn daarover met de NMB afspraken gemaakt voor meerdere jaren. Als die afspraken niet worden nagekomen, treffen Wijsmuller en de NMB elkaar nog deze week voor de rechter. Op Aruba dreigt een groot tekort aan arbeidskrachten. Premier Eman is vandaag in Nederland een campagne begonnen om Arubanen te stimuleren terug te keren naar het eiland. Niet alleen vanwege het klimaat kijkt Nederland momenteel met enige afgunst naar Aruba. In een recordtempo is er de werkloosheid als sneeuw voor de zon verdwenen. Hoe anders was het 3 jaar geleden bij de sluiting van de Lago-raffinaderij. Toen de slagader van de economie op het eiland. Zo'n 6000 Arubanen, 10% van de bevolking, vertrok naar Nederland. Toch liep de werkloosheid in 1985 op tot meer dan 30%. Er kwam een economisch herstelplan. Met de hulp van grote investeerders uit Japan, Amerika en Europa worden nu in ras tempo hotels gebouwd. Aruba blijkt een zeer gewilde toeristische trekpleister. En het resultaat wordt nu al zichtbaar. De werkloosheid is gedaald tot minder dan 5%. Op een persconferentie op Schiphol vertelde premier Eman vanmorgen dat Aruba de komende jaren zeker 3500 mensen nodig heeft. De bedoeling van deze missie van ons is om een 9-tal steden informatieavonden te houden. En aan onze Arubanen die sinds 1984 ons land moesten verlaten vanwege de situatie die ontstaan is na de sluiting van de raffinaderij. Om die te stimuleren op grond van correcte gegevens naar Aruba terug te keren. Voor de bouw van de hotels zoekt Aruba onder andere elektriciens, timmerlieden en tegelzetters. Om de hotels te bemannen is er behoefte aan geschoold personeel, onder wie managers, maar ook aan keuken- en kamerpersoneel. Met premier Eman zijn mensen meegereisd uit de bouw- en hotelwereld. Er heerst optimisme over het resultaat van de missie. Ik geloof dat de kern van de zaak in deze is dat de Arubaan in principe altijd terug wil. En wat de geïnteresseerde Nederlanders betreft, zij maken alleen kans op een baan op het eiland als er geen Arubanen meer beschikbaar zijn. Tot slot de weersverwachting. Vannacht vrij fris met hier en daar kans op mistbanken. Ook morgen overdag blijft het droog. Met mogelijk enkele wolkenvelden en een middagtemperatuur van ongeveer 16 graden. De vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag zijn geleidelijk meer bewolking met vanaf woensdag kans op regen. Tot zover het journaal van 8 uur. Goedenavond. Nou, als hij het onderhoudt, hè, dit kwartier.